make the difference. It really matters how you behave in your home, in your society, in your little world. We welcome change and openness. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Het jaar 1987. Wat deed jij toen? Voor de Haagse Hogeschool was het een prachtjaar. In dat jaar werd het besluit genomen om 14 Haagse hoger beroepsopleidingen onder te brengen in één organisatie met één hoofdgebouw. Het gebied rond de Laakhaven kon in die tijd wel een positieve boost gebruiken. Dus werd besloten om de Haagse Hogeschool daar te vestigen. Dit is Steven. Hij studeert aan de Haagse Hogeschool. Waar kom je nu vandaan, Steven? Ik kom net uit de tram vanuit huis. En ik ga nu naar mijn eerste les. In de eerste jaren werd er op de Haagse Hogeschool nog tamelijk klassiek lesgegeven. Maar langzaam maar zeker kwamen de veranderingen. Hey Evelien, wat was voor jou de belangrijkste verandering in de afgelopen jaren? Eigenlijk van vakgericht naar themagericht zijn we onderwijs gaan geven. En de laatste jaren hebben we WIN, Wereldburgerschap Internationalisering Netwerk Hogeschool. En dan halen we eigenlijk de buitenwereld binnen. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk voor de studenten ook. En dan kunnen we ook met de alumni, oud-studenten, gaan jullie eigenlijk veel meer van de praktijk zien. Marilette is zo'n alumnus van de Haagse Hogeschool. Ze is een gebruiker van het gebouw van het eerste uur. Ja, hier heb ik gestudeerd, maar toen ik hier in 1997 kwam, toen was het echt een stuk minder levendig dan dat het nu is. Wij zaten toen daar met onze zalen, met onze afdelingen. En we hadden hier de speakers corner en we hadden hier de collegezalen. Oh, this brings back memories. Innovation Playground. Ik ben benieuwd wat dit is. Tegenwoordig zijn multimedia en digitale middelen niet meer weg te denken in het onderwijs. Ook de communicatie met de studenten krijgt een andere vorm. En die ontwikkeling staat niet stil. Oh, hey, Marilene. Hallo Thijs, hoe gaat het? Ja, hoe doe je dat, technisch onderwijs geven? Nou, ik geef eigenlijk niet echt onderwijs. Wat ik probeer te doen is een omgeving te creëren en de ondersteuning te bieden, zodat studenten zelf zoveel mogelijk leren. En hoe zie je het onderwijs nu ontwikkelen in de komende jaren? Waar zie je het naartoe gaan? Ik denk dat zowel de rol van de docent als de student verandert. Allereerst zal een docent die zal meer een student worden, omdat de wereld zo hard verandert. Dat betekent dus dat het goed is dat docenten meer worden blootgesteld aan de echte wereld. Net zoals we dat van onze studenten ook eisen. Leren en ontwikkelen door projecten in de wijken te doen. De school uit en zorgen voor een directe verbinding met de praktijk. De verbinding van de Haagse Hogeschool met de samenleving dichtbij en wereldwijd ontwikkelt zich razendsnel. In Den Haag wordt nauw samengewerkt met de gemeente en allerlei organisaties en bedrijven die iets voor de stad betekenen. Connected learning is een begrip geworden. Hi mom, hi gran. Hey vrienden, ik ben in Den Haag. With your friends and family. Studenten uit alle windstreken weten de Haagse Hogeschool te vinden. En tegelijkertijd vliegen de Nederlandse studenten uit naar alle delen van de wereld. Maar het leven bestaat uiteraard uit meer dan studeren en werken. Den Haag bruist steeds meer. En dat is mede te danken aan al die studenten van de Haagse Hogeschool. Ze wonen, studeren, werken en recreëren in Den Haag. Ze brengen vertier en organiseren feesten en festivals. Accu speelt daar al meer dan 15 jaar een hoofdrol in. Waarom is accu nou zo belangrijk? Accu zo belangrijk? Kijk om je heen. En wij ontwikkelen samen met studenten dit soort evenementen. Maar wij hebben hier gewoon een stad die is cultuur, is strand, is sport, is veel meer dan gemiddeld een studentenstad kan bieden. Dus wij zijn uniek. Everybody into the mind. Peace, only peace, okay? Only peace the mind. Ladies and gentlemen.
welcome to The Hague, the international city of peace and justice. Internationale vrede en recht en veiligheid. Het zijn werk- en beleidsterreinen waarop onze studenten kunnen en willen excelleren. Hallo meneer Voorhoeven. Dag Marja. Waarom is dit lectoraat ontstaan op de Haagse Hogeschool? Omdat vrede, recht en veiligheid vreselijk belangrijk zijn voor Nederland en voor Den Haag. En onze afgestudeerden natuurlijk willen weten hoe dat allemaal precies werkt. En wat voor studenten zijn het? Jonge mensen die graag iets willen bijdragen aan het verbeteren van de situatie in de wereld. Wij proberen mensen voor te bereiden op wat je zou kunnen noemen wereldburgerschap. Denken en handelen als wereldburgers en oplossingen zoeken voor actuele uitdagingen zoals veiligheid en cybersecurity. Ook op die gebieden willen wij in de voorhoede lopen. In de afgelopen 30 jaar hebben we het laten zien dat we in staat zijn om te veranderen, te vernieuwen, onszelf te verbeteren en daarmee vooruitgang te boeken. Let's change you as the world is een nieuwe slogan. Wat betekent dat nou voor de Haagse Hogeschool? De wereld verandert razendsnel. Wij moeten studenten opleiden om daar goed mee om te kunnen gaan. Dat wij studenten opleiden om te kunnen gaan met de veranderingen in hun beroep, maar ook in de samenleving. En dat betekent dat wij als school mee moeten veranderen om goed om te kunnen gaan met die razendsnel veranderende wereld. Hoe gaan we dat doen? Nou, we hebben als Haagse Hogeschool een onderwijsvisie vastgesteld. Daarin is wereldburgerschap het leidende principe. Wereldburgerschap is dat studenten leren open, betrokken te zijn, verbinding aan te gaan met anderen, nieuwsgierig te zijn, kritisch te zijn, onderzoekend te zijn. En dat willen we de komende 5 jaar binnen de hele hogeschool bij alle opleidingen veranderen. Let's change you as the world. En we gaan ermee door en we blijven het zeggen. Let's change you as the world.